Een hele goede morgen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Stef Egberts en ik ben inmiddels al in Lelystad. We gaan even wat buitenlampen aankijken, want er zit ergens een storing in. Dus we gaan even checken, lekker op dak en aan de gevel. Dus ik ben benieuwd en we nemen jullie weer gezellig mee vandaag. En het is best wel koud, ik heb 2 jassen aangetrokken, warme handschoenen. En ik hoop dat het zonnetje nog doorkomt. Het begint wel ietsjes te schijnen, maar we zijn een beetje achter de wolken. Alle doosjes hebben we opengetrokken. En dat zijn er wel niet een paar nog. Hier 10, beneden nog 3. En dan hebben we daarachter ook nog beneden nog 3 of 4. Alles gewoon vervangen, dan weet je zeker dat het goed is. Want er zijn ook een paar doosjes kapot. Dus hier zit al tape omheen, dus die gaan we gewoon vervangen. En dan hoop ik dat het allemaal weer opgelost is. De lucht is wel mooi zo, hè? Hoppie! En nog weer mooie lucht. Dit is toch mooi. Zonder boompie. Voorkant. Hatsee. Dus let's go. We gaan naar het werk. Inmiddels hebben we al een paar doosjes gedaan. Bobby die is alle oude doosjes eraf aan het halen en ik ben de nieuwe doosje aan het monteren. Dus jullie mogen ook even meekijken. Gezellig hè. Hatsee. Zelf mooi parkertje eraan. Inblik. Maar niet zomaar zo voor de parkers. Normaal heb je een heel dik schroefdraad en dit is best wel dun als jullie zien. Hecht die beter. Interessant metaal. En daar ben ik wel blij mee met die zelfmoordende parkers. Hé Bobby? Ja, ze zijn zo nog boeren. Zo, kabel erin. En de wattel goed aandraaien. Die. Zo. En er zit hier nog een dopje in verstopt. Pak je er even uit. Zo. Die ook. Papiertje eraf. En die druk je dan in het doosje waar het schroefje in boord. Voor het water. Anders komt er water doorheen. En dat is altijd nog een beetje verpiel. Want hij moet wel waterdicht zijn namelijk. Ja. Nou, papiertje hield er niet af. Dit is van de voeding. Voeding die doorgelust wordt, dat lampje. Druk die er hem in. Deze wat er ook in aandraaien. Deze is heel ver omdat de kabel wat dunner is. In die wartel zit rubbers en die draai je dan aan. Zo. Flexibele lasdopjes erop, druk je de draden in, klik je hem dicht, zit hij vast.
Normaal doe je steeklas op om hem echt in te drukken. Maar omdat je hier ook een flexibel draadje hebt, gebruik je deze. Zo. En dan is het heel makkelijk kleur op kleur. En dan belangrijk, omdat het buiten is, lasdop omhoog. Als er ooit water in komt, ligt het beneden en niet bij de draden. Blauw eraan. Klik ook dit. Die er ook in. Aarde mag natuurlijk niet ontbreken. Die dicht. Doosje dicht, zit helemaal rubber in. En dan klik klik. En klaar is die. Dus zo gaan we nog meer doen. En dan nu nog vier hierboven op het dak. En dan gaan we de lage dakjes pakken en dan zijn we klaar. En dan is het, waarom moeten wij eigenlijk de doosjes even vervangen? Omdat de storing was. De verlichting sloeg er s'avonds uit. Maar dit is dus een van de redenen. Het zonnetje in de weg. Dus er zit zelfs volgens mij nog een slak mee in. Of wat het ook is. Ik weet niet wat het is. Maar dit is dus een van de redenen waarom we het moeten vervangen. Geen overbodige luxe. En de doosjes waren een beetje oud aan het worden. Dus dat is de reden. Wij gaan nog even verder met de doosjes vervangen. Gaan we zo naar beneden. Alle doosjes geplaatst, lampen zijn weer perfect. En we gaan nu door naar Arnhem. En even kijken, 1 uur en 5 minuten rijden, dus mooi eindje weer. We moeten daar nog even een riolering aansluiten en dan kunnen we weer terug naar Zwolle. En er is een pakketje bij mij thuis bezorgd, dus die gaan we straks even uitpakken. Is een hele overstap voor mij, maar dat gaan jullie straks zien. Ben je benieuwd? Blijf maar even kijken. En dan hebben we hier het wat douchegedeelte. Dit wordt betegeld, alleen dat zwart en dat groene. De rest blijft allemaal gestuukt. Spotjes komen er nog in. En dan hebben we hier een mooie voor de wc. Wastafelgedeelte. En we zijn nu bezig met de jongens sluiten van de wc beneden. Ga ik jullie nu even laten zien. Dit is Wavena S, dat is stiller qua geluid. En hoor je het water dus niet lopen. En er gaat stevig, een hele dikke pijp. Dus dat is een heel mooi spul, alleen het is wel zwaar en bewerkelijk. Nou, Kiki is vanmorgen ook bij de kindjes geweest, hè? Heb je feestje gevierd? Toch? Is iemand jarig? En wat gaan we nu doen dan? Nee. Oh, dat is leuk. Maar ken je mee? Nee, die ken ik niet. Maar ik wel. Ja. Hé, hey, maar wat gaan we nu doen dan? Naar de wasstraat. Nou, op naar de wasstraat. Wat op schoot, hè? En krijg je een lolly. Een stukje afgebroken. Ja, dat is een stukje afgebroken, maar dat gaat niet. Je moet die parkeersensor hier al uit. Dan hebben we natuurlijk beter typen. Dat weet ik ook niet. Oh, Kiki, het laat stuur maar los. Oh, kijk eens, krijg allemaal lampjes. Die is mooi. Mama, dat vind ik eng. Nou, dan doe je oren dicht. Dan doen we de oren dicht, hè? Kiki, je gaat de eigen stoel stopzuigen. Goed van jou. En even de grond. Goed op Kiki. Jullie gaan allemaal mee. Ja, oh, alle stofjes gaan mee, hè? Goed, allemaal opgezogen. Oh, wat hebben wij gedaan? We hebben boodschapjes gedaan. Ja, toch? Dat heb je goed geholpen met boodschapjes doen. En toen zijn we even naar Jamie toe geweest, hè? Bah.
Ja, en ik heb de kip al even gemarineerd, daar, want die had ik gehaald. En toen bedacht ik, ik heb nog stoofpeertjes, dus... Stoofpeertjes? Ja, stoofpeertjes, die moeten even op. Dus dan eten we vanavond kip met stoofpeertjes. Ik wil nu stoofpeertjes. Ja, dan gaan we zo meteen ook eten. Dus die, ik zal zo meteen wel even gaan kijken wat we allemaal gaan maken. En we zijn inmiddels thuis gekomen en wat zie ik dan? Dat het autootje weer helemaal schoon is. Lekker hoor. Dus ik ben benieuwd wat we gaan eten. Want ik ruik hem al wel. Ik denk dat we kip eet. Maar dat gaan we meemaken. Dus ik ga lekker naar binnen. Hey Kiki! Ik was bij Angelina geweest. Ben je bij Angelina geweest? Hey. Waar is je rit? Ja, aan mijn jas. Waar dan? Hier. Oh. Deze was dan. Deze gaat een beetje zwaar, hè? Dat was snel. Ja. Wat de kamer gaat vast. En dan? Papa, auwi. Wat is er? Papa, auw. Nee, dat is lijm. PVC-lijm. Waarom? Ik heb pap een beetje gesmeerd aan de vingertjes. Oepsie. Gaan we eten? Ook lijm. Ja. Gaan we ook eten? Dat is ook lijm. Ja. Gaan we eten? Overal lijm. Ja. Nou, ik ga even de jas aan doen en dan gaan we naar binnen. Het pakketje waar ik jullie al over heb verteld, wat bezorgd is. Hier. Nee, dat een echte mes. Nee, ik ben ze. Nou, doe maar. Dat is niet de echte mes, een neppe. Kom eens, dus papa even doen. Papa heeft overal oplossingen voor. Oh. Nee. Hier, oh. Oh. Zijn papa's vingers ook gewoon een mes? Oh. Wat is dat? Nieuwe telefoon. Ja, voor papa. Ja. Ik ben overgestapt van iPhone naar Samsung. Hoe werkt die dan? Dat weet ik niet. Maar kan hem met die stap? Nee, hoeft niet. Ik kan hiermee. Dat is niet een echte, nee. Ook geen unit, hè. Dus dit is tegenwoordig mijn nieuwe telefoon. Maar volgens mij hebben ze hem in de verkeerde kleur geleverd. Maar dan moet ik even kijken of ik goed besteld heb. Ik heb hem in zilver. Kiki, even niet doen. Even wachten, want papa moet eerst kijken of ze hem in een goede kleur hebben geleverd. Of ik hem verkeerd besteld, dat kan ook. Titanium 3. Ik denk dat ik hem ook dan zo besteld heb. Maar dat maakt niet uit. Dan is hij ook lekker sterk, hè? Ga jij hem eraf halen? Ja. Moet hij trekken? Oh-oh. Oepsie. Ja. Oh. Hoe kan die? Weet ik niet. Oh-oh. Oh-oh. Misschien moeten we hem eerst even opladen. Oh, hier, gaat aan. Dus ik ga eerst even kijken of die telefoon mij bevalt. Ik ben eigenlijk overgestapt omdat foto's makkelijk overzetten is. Maar schijnt beter foto's te maken. Dus dat eigenlijk. En ga ik even kijken of het mij bevalt. Want ik denk dat het nog wel een overstap is. Nergens op drukken, Kiki.
En als het me wel bevalt, dan gaan we deze net een half jaar oud, heeft wel iets van het gebruikerspoortje, maar ga ik deze weggeven. Aan de kijkers die altijd kijken, ik kan ze er zo uitpikken namelijk, want als je dit hebt gezien, dan ga je dit in de gaten houden. En de mensen die reageren, ik weet altijd precies wie wel reageert en niet reageert. Dus ik zeg, we gaan hem even installeren en dan gaan we kijken of het of wat is. Vond je het leuk zo, hè, Kiki? Ja. Ja. 1, 2, plots. Ik wil alles overzetten van de iPhone op de Samsung. Ik heb zo'n eSIM, dat werd toen helemaal gewaardeerd bij je KPN. Dat moet je doen en noem het maar op. Ik gedaan, wil mijn eSIM overzetten op mijn Samsung. Dat denk je niet. eSIM uitgelogd op mijn oude telefoon, eSIM niet ingelogd op mijn nieuwe telefoon. Dus ik ben tot morgen niet meer bereikbaar. Nou, hoe gek kun je me krijgen? Maar doe maar. Rens gaat morgen mijn simkaart halen. Met dat nummer weer, dan ga ik het gewoon weer met simkaart doen. Maar hij is even alles aan het overzetten. Dat duurt nog 5 uur en 25 minuten. 28 minuten, zeg heeft hij nu aan. Dus ik wist niet dat het zo makkelijk kon. Snoertje in de iPhone. En zo het snoertje in de Samsung. Wel knap. En de iPhone wordt opgeladen en de Samsung wordt leeggetrokken. En hoe vind je dat? Dus het is even afwachten. Ik moet wel zeggen, camerabeeld is wel heel mooi. Dus daar ben ik wel te wijs mee. Alleen nu nog kijken of alles een beetje werkt zoals ik wil. Maar nu ga ik eerst even lekker chill op de bank zitten, want ik heb nu toch niks te doen. En krijg je een appje van een vriend van me. Sinds ik nu een Mercedes rijd, stuurt hij een berichtje. Hé, je oude Mercedes is gespot. Oude Mercedes. Ja, ik heb er nog één gehad eerder. Die heeft hij dus gespot. Dat is zo'n... Nou... Hoe lang is dat geleden? Dat was nog voor die A3 toch? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaar geleden denk ik. Dat is cool, want die man heeft hem dus dan nog. En die is verhuisd naar, of tenminste die auto is naar Apeldoorn gegaan. En die heeft hem dus nog, want hij is in Apeldoorn weer gespot. Op zich wel grappig. En laatst werd ik nog doorgestuurd om mijn oude werkbus nog te koop. En onze A3 die kom ik nog wel eens tegen. Die woont in Almelo, maar die werkt hier in Zwolle. Dus die kom ik nog wel eens tegen. Dus altijd wel grappig dat je de auto's weer terug tegenkomt. Dus ik zit hier nu lekker chill, op schoot, met de telefoons. Het duurt momenteel te lang. Oh, je hebt ook geen geduld. Dat weet je toch van tevoren dat het zo lang duurt? Het is een verschrikkelijk iets. Waarom kunnen ze niet gewoon download, kopieer, plop, klaar? Is veel makkelijker, lijkt me. Dus ik denk dat ik wel even ga gamen ofzo. Anders zit ik hier op de bank te niksen. Nou, wat ziet hij nou? Wat een dier. Geef Rens een statief en ze denkt dat ze de hele wereld naar kan. Doe dat niet zo cool. Laat het gewoon eens een keer spreken. Uiteindelijk ben ik de hele avond, vanaf dat ik thuis ben, met die klote telefoons bezig geweest. Niet meer bereikbaar. Het is zo'n goed idee. Die Samsung, die Samsung. Dus en hij zet niet alles meer over, dus ik ben er helemaal klaar mee.
Ik ga het morgen nog één keer proberen en als het me dan niet lukt, dan... Het is een goed idee. Kijk, dat is het raam. Het is een goed idee. Die is anders goed. Rensie, je hebt een lol. Ik zal het doosje wel bewaren, misschien dat ik dan nog een keer iemand blij kan maken met een Samsung. Want dit is allemaal verschrikkelijk. Het gaat, waarom was je Samsung telefoon nou leeg? Hm? Wat was je Samsung telefoon aan het doen, waardoor die leeg was? Ja, die was je fucking Apple telefoon aan het opladen. Hij is echt gekleurd, dat ding is in één keer uitgevallen. Nu zit hij niks meer over, hij was even in paniek. Ja, komt dus... hij er net al na de hele avond dat die telefoon de andere telefoon aan het opladen is. Het is verschrikkelijk. Wat is dit dan? Ja, dat is voor mijn camera. Nee, doe die nou niet. Die moet ik mee hebben voor morgen als jij mijn simkaartje kon brengen. Als ik jouw simkaart kon brengen, ik kan toch wel even naar de aanhouder toe rijden. Die winkel is eerder open dan wat ik er ben. Moet je nagaan. Dus ik ga gewoon vannacht even mijn telefoon aan de lader doen, andere telefoon ook. Samsung die ga ik leeghalen en dan ga ik morgen alles in één keer weer overzetten. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Wat ben jij aan het doen? Dan kan je beter aan die kant laten. Ik denk, wat doet hij nou? Die is bezig met die donut aan het spelen. Wat zit hij nou de biel onder de bank? Wat doe jij nou? Oh jongens. En het is dus 11 uur. Ja, alweer veel te laat. Alweer veel te laat. Even opladen dat je het stopcontact. Waar dus, staat het achterkantje van die ene oplader? Want ik had hier dus een Apple oplader beneden. Die? Nee, zo'n andere. Waarom ligt het hier? Omdat die in mijn la lag, maar die past er nu niet in. Ik weet niet waar die is gebleven. Ik weet wel waar die is gebleven. Ik weet niet waar die is gebleven. Nee. Want ik had hier voor beneden één en voor boven één. Ik wil het niet, schat. Ga je lekker? Jongens, hij weet van ellende. Je moet zoeken met kuttelefoon. Het is een drama. En ik moet de vlog editen, dus wordt het lekker laat. En morgen moeten we aan het werk. Eén ding scheelt in zon. Dus dat is wat chill. Ik wil niet zeggen, want je hebt iets anders gezegd tegen de mensen van mijn kamer. Ik heb lak aan de KPN. Die blijft hierin lopen hangen. Dat kan. Dus nee, dat is een loskabeltje geweest. Ik zou nooit iets van jou afpakken. Nee. Doe ik elke dag. Je zou het alleen gebruiken. Maar dan terug doen hangen. Maar dat maakt niet uit. Daar ben ik goed in. Maar Stef, ja? Mag je één ding vragen? Nou. Jij hebt het besteld voor het bed van onze dochter en het zou technisch gezien vandaag binnenkomen. Het is godverdorie bijna 12 uur. Ik denk niet meer dat de PostNL of de weet ik veel wat er komt, hè? Ik kan eens even kijken. Hij heeft alleen maar telefoon. Ik vind dat sneu ook. En ik kan ook gewoon niet zonder telefoon. Dat is het hele probleem. januari? Het was vandaag. Zou het vandaag moeten zijn, dus dat morgen wel komen. Met de PostNL? Dat weet ik niet, je staat er niet bij. Je kon toch op volg mijn pakket drukken? Ja. Oh, morgen tussen... Nee, niet tussen 4 en 10. Nee. Tussen 6 en 7. Nee, dan moet ze al lang in de ding liggen. Ja, je hebt geen andere keuze gehad. Tussen 4. Wat? Tussen 4 en 10? Wat is een kutbedrijf? But B? But B. Heb ik nog nooit van gehoord. Jawel, dat heb Jurgen voor eigenlijk, de But B. Ja, dat betekent toch nog niet dat ik het ken? Ja, dat klopt. Ik zeg dat ik het niet ken. Nou, mooi verhaal. Ik ga naar boven. Ik ga de vlog in elkaar zetten. Dus ik zie jullie weer. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de vlog. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.